Ja, daar is nog heel moraal. Leuk dat mensen kijken. Wil je hapjes? Ja! Nog allemaal op deze verschrikkelijke regenachtige grijze, sombere, frisse woensdag. Ik werd wakker van de regen tegen het slaapkamerraam aan. Dus ja, we gaan maar eens verzinnen wat we vandaag gaan doen, want naar buiten gaan is waarschijnlijk alleen om de hond uit te laten vandaag. Maar ja, niks aan te doen. Ik zat aan mijn eerste bakje koffie, want Willem was al beneden. Die moest Jori vanochtend uit zijn bed trekken. Die moest om 7 uur, zou hij opgehaald worden en lag om 10 uur 7 uur in zijn bed. Dus... en ik werd al een minuutje of 5, 6 aangestaard door die zwarte viervoeten van me. Of ik toch alsjeblieft maar eens op wil gaan staan om zijn hapjes te gaan maken. Dus dat ga ik bij deze van maar eens even doen. Ik ga gelijk nog een tweede bakje koffie maken. En dan ga ik eens even kijken of er al wat commentaar op mijn, misschien wel reacties op mijn vlog zijn van vandaag. Dan ga ik die gelijk beantwoorden en dan ga ik maar aan de edit. Want ja, wat moet je anders doen met dit weer? Dus ik zeg gewoon, ik zie jullie later. Ik wens jullie ondanks de regen toch gewoon een hele fijne dag. En I will keep you posted. Wat we gaan doen. Ik zie jullie later. Fijne dag. Zo, maar eindelijk zover kunnen krijgen dat ik mijn haar aangekleed heb. Het is, het zonnetje is een beetje aan het schijnen. Doet hij wel heel hard waaien. Maar het heeft hier echt de hele ochtend pijpenstelen geregend. Dus ik denk, nou, ik ga hem toch maar even aankleden. Want het is weer tijd om... die grijze haren er haar weg te gaan krijgen. Dus ik ga zo vanuit het stadshart even verf halen bij het kruidvat. Dus de verf die ik altijd heb. Perfect. Kruidvat eigen merk verf. Altijd dezelfde kleur. Dus daar gaan we niet moeilijk over doen. Chester is nu even, Sven is nu even met Chester naar buiten. En als hij terug is, dan stappen we in de auto. Want Chester werd alleen maar uitgelaten door Sven. Als hij mee mocht. Dus het is een soort chantage. Maar ja, daar is de bieber voor toch? Ik ga wachten op Sven. En dan gaan we in de auto. Ik ga jullie natuurlijk meenemen. Dus ga vooral mee. Zo. Samen met Sven in de tuut. Om naar het stadhart te gaan. En jullie zien me nu zitten. Kijk, kom ik. Hop. Dan moet ik altijd even voelen. Die pendalen zitten hier zo diep. Dat ik gewoon even moet kijken of ik overal goed bij kan. En dan heeft hij al een soort lichtstand op zijn rug. Waar of niet? Hij ligt er altijd. Ja. Hij zit in eigen hout, dat is niet echt, hè? Wat zei je? Hij zit er gewoon zo rechtop. Ja, hij is gewoon veel te lang. Nou ja, wat in het zonnetje. Als jullie een beetje door de ramen wat kunnen zien, dan zie je dat het inmiddels hier helemaal grijs is. Het gaat steeds harder waaien. Dus we hebben heel even van de zon mogen genieten. Af en toe een blauw plekje. Daar houden we ons dan maar aan vast vandaag. He? Nou, het slechte weer is niet zo erg als je gewoon de hele dag op kantoor zit. Maar als je toch op vakantie hebt, is het toch wat minder. Ik moest toch vanochtend wel even denken aan de mensen die nu bijvoorbeeld in Nederland aan het kamperen zijn. En dan uit het tentje komen. Hé? In Nederland? Ja, als je in Nederland aan het kamperen bent, heb ik nu gewoon koud als je in een tentje ligt. Ja. Want er ook in Spanje dat je het op een gegeven moment gewoon koud krijgt. In de avond. We waren natuurlijk ook al heel laat in het seizoen toen, maar toch was dat leuk, hè? Afsluiten van de camping. Maar ja. In ieder geval vanochtend lekker zitten minecraften. Willem in zijn eigen wereld en ik in mijn eigen wereld, tenminste in de wereld van Willem en mij samen. Willem is weer wat nieuws begonnen, die heeft naar de serie gekeken Gestrand met Van Barbers en die vond dat eiland idee heel erg leuk, dus die is nu ook zo'n eiland begonnen. Ik heb geloof ik nu 12 werelden of zo van Willem. Ik moet iets doen met dit slechte weer. Pas dat ik dan lekker uitslaap. Maar het was gewoon 8:30 nog een dag naar beneden was. En het was me goed dat je vader vanochtend een keer wakker schrok om 7:10. Ik keek voor de lol bij Jori in zijn kamer. Die zou om 7:00 opgehaald worden. Ik lag gewoon al bijna hoor. En dat terwijl hij gistermiddag de hele middag op zijn bed, net als maandagmiddag de hele middag op zijn bed heb gelegen. Hij gaat ook niet echt laat naar zijn bed. Jij gaat later. Omdat hij moet werken. Moet je
die stream wil kijken. Vanavond ga je ook op tijd naar boven, ja? Lijkt me handig. En dan niet meer op internet, zeg maar. Tot diep in de nacht. Doe het nooit. Nee, doe je nooit. Maar wie zijn er dan allemaal online s'nachts? Niemand. Ja, dan mensen, maar gewoon. Ja, ik stam nog uit de tijd dat je s'avonds na 10 en niemand meer belde, zeg maar. Maar ik bel ook met niemand. Nee, je doet WhatsAppen. Dat is toch eigenlijk hetzelfde als dat je belt? Nee, maar dat doe ik eigenlijk niet. Ik zit eigenlijk gewoon YouTube te kijken. Ja, maar je moet slapen in je bed. Jullie kijken toch ook wel eens tv in jullie bed? Ja, maar daar val ik bij in slaap. Ja. Dus jij valt in slaap bij YouTube filmpjes. Wat moet hem nou halen? Haarverf. Dat is het ding. Daar ga ik wel voor, ja. Ik ga kijken of ik me in kan halen. Ik weet niet of het lukt. Nou, dan waren we dan. Hoppata. Ah. Je bent nou al allergisch in de winkels. Ik ben nog niet uitgestapt op mijn neus, je hebt al uit. Kaartje mee. Welke? Zien jullie zo, denk ik. Nou, dat netjes dan. Sven doet gewoon als een echte heer de deur van me open. Dank u. Ze hebben hem niet. Oh. Nou, mooi is het weer in die naam. We hebben toch maar even een softijsje gehaald. Maar nog een beetje het idee dat het zomer is. Ja? Ja. Even opeten. Ga niet auto rijden en ijs eten tegelijk. Zomer die warm. Het deed echt hard waaien. Heb je natuurlijk op de terugweg naar de parkeergarage lopen met je ijsje. Heb je wind van achter, dus je haar. Lekker makkelijk weer. Ja? Heb jij er last van? Zo, er ging bijna die pauw in. En het stuur losschoot of zo. Ja, mijn vrouwen zagen het. Te kijken. Heeft iemand het gezien? Ja, hij is nog heel moraal. Leuk, heb mensen kijken. Geen krassen op mijn mooie rode Mini Cooper. Die auto's zijn ook duur hoor. Mm-hmm. Om te betalen. Dat iets te veel geld. Voor iets te weinig auto. Kijk, dat is je. Daar kan je je bagage in kwijt. Kan ik mijn boodschappen niet eens in kwijt. Ga nu maar rijden. Nee. We hebben laten zien dat ik een dure auto heb. Als mijn komt er achteruit. Boom. Hier tegen ons aan. Kort uit laadje eronder. Dat is wel leuk. Ja? Het is nou echt moeilijk. Ik kan nu makkelijk wel die draai maken. Ja. Ja. Er rijdt zo'n autootje. Ja. Kan natuurlijk altijd doen alsof die veel groter is. Een hoop mensen weten niet hoe groot de auto is hoor. Hm? Een hoop mensen weten niet hoe groot de auto daadwerkelijk is. Waarvoor? Oh, dat is wel lekker hè, ijsje. Zijn trouwens al je vriendjes ook over, of niet? Jullie kunnen volgend jaar gewoon doorgaan met keten. Hm? Jullie kunnen volgend jaar gewoon doorgaan met keten. En livestreamen tijdens de Engelse les. Zitten weer met z'n allen in de klas. Oké. Dat weet je al. Maar ga je dan ook om met dat meisje met die pony, of niet? Ja. Dus op vakantie. Daar ben je van de week geweest, gisteren. Toen je zei van, ik zeg niet waar ik geweest ben. Was je bij de paarden? Nee. Ik ben bij haar thuis. Gaat ze naartoe op vakantie? Ik weet niet. Dat vraag je toch?
Sven. Ze heeft wel gezegd. Ik vind de meiden leuk als je dat onthoudt. Dus dan zeg je heel veel plezier daar en daar. Onthouden. Maar ze gaat wel naar het buitenland. Dat weet je ook nog wel. Ik denk het wel. Denk het wel. Is dat sinaasappelsmaak? Orange. Oh ja. De man met mijn kiezen breken die dingen op die tiktakjes. Deze zijn niet hard. Omdat ik ooit een keer mijn kies heb afgelopen van die zwart witjes. Weet je die ronde snoepjes? Die met wit en zwart. En af en toe een rode in zo'n zakje zitten van Venco. Ja. Zo. Oh, een keer een halve kies. Dus die ben ik gepand met dit soort dingetjes. Oh, wat zoet zeg. Jeetje. De rood voor zijn mij die zo. Ja, die reed echt wel rood. Zo, volgens mij is uw uitlaat kapot. Ja, dat hoort, maar niet zo. Jawel. Ja, echt? Ja. Zulke uitlaten heb je ook. Zo. Je zal ernaast wonen. Sommige auto's hebben zelfs zo dat het zo hard is dat het gewoon op pistoolschoten lijkt. Dan zullen ik de rest video's maken en dan gaan ze langs rijden. Doen ze dat en dan schrikken mensen zich kapot. En dan was mijn uitlaat kapot. Dan was ik ooit een keer een kapot uitlaat gemaakt dat hij het alle geluiden maakte. Liep het wel mooi staan. Ik ben alleen maar naar de garage mee gereden, maar de rest heb ik er niet in gereden. Ik schaamde me helemaal rond. Dat is juist leuk. Nee joh, gek. Jawel. Dat is juist leuk. Lekker voor geluid. Is ook leuk als je soms vroeg naar je werk moet en de hele buurt slaapt nog. Geweldig. Stoel is zo'n voel. Ik kan niks van doen. Zulke mooie honden. Statige beesten. Die zwart-witte die er. Dat zijn zulke trouwe honden, met zelfs met een klein poedeltje. Die zie je bijna niet meer. Die zijn zo trouw. Mijn vader in de zaak kwam er altijd eentje, dat was een vaste klant. Die zat soms om 10 uur al aan de bar, aan het bier. Die had een zwarte poedel. Zo. Waar ze op ging er in die hond mee? Een zwarte L. Och, 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 die kon zuipen. Die zelf echt iedereen aan de wand. En dan van ochtends 10 tot 7. Dat was eng met mama die tattoo liet zetten. Ja. Die buurman die zuipt echt 3 katten weg per week of zo. Zo. Misschien wel meer. Die is elke dag dronken. En die had ruzie in de kroeg of zo daar gemaakt. Toen dacht ze dat dat huis van hem, zeg maar, dat was echt een mooi huis. Mm-hmm. Dat ineens met een baksteen voor het raam. Zo. Wat heb ze voor tafel laten zitten dan, mama? Ja, die had eerst die vriendschapsding van Nonja. Oh, die heb ze weg laten halen, dus ik heb ze wat anders voor laten maken. Ja. Dat is het vervelende als je zo'n tafel zit voor iemand. En je krijgt ruzie achteraf. Dan zit je daarmee. Mm-hmm. We zijn het zo handig. Wat heb ik gekocht? Ik heb hem gewoon netjes gehouden. Nuttige dingetjes. Twee wc's. Twee wc-broeken. Ik hou niet van die bijvul dingen, dat moet je zo smeren. Mijn gumpjes voor de deurpot. Haarverf, die had ik vorige keer kapot laten vallen, is van Catrice. En Colgate tandpasta. Ik heb dus één gratis. Dus nou, dat was het. Niet veel, maar gewoon genoeg. En dan natuurlijk twee solstijsjes. Hi, knieuw. Nee, dat is niet voor jou. Wil jij wat lekker? Ga een bakje koffie nemen. Tot later. Ja. Is dit erg dan? Vanochtend heel de tijd binnen. Vanmiddag bewolkt, koud. En kijk nu eens. Nou ja, Willem en de knullen die zijn naar opa en oma. En ik probeer een livestream te vinden om het Formule 1 spektakel in de straten van Londen te zien. Ik begin ook een beetje honger te krijgen. Ben ik gezond bezig? Oh. Ja, de standaard streams die we altijd kijken, die zenden eigenlijk alleen maar uit als er trainingen zijn van de echte wedstrijden. Dus ik ga even een aantal mensen die ik ken van de Formule 1 gegeven zieten. Ik heb ze dan een mailtje sturen. En dan krijg ik wel een livestream. Dus ik ga het, 3 boterhammetjes, bruine boterhammetjes met kaas en mosterd eten met een beker melk. Dus ik zeg bij deze, bon appétit! Nu, we krijgen helaas geen groot beeld, maar we hebben hem. Toppie! Even afsluiten met de vlog.
hebben een zeer relaxte avond gehad. Dus ja, als je heel de dag eigenlijk niks hebt kunnen doen vanwege het weer. Het is s'avonds in één keer hartstikke mooi weer. Heb je ook geen zin meer om weer iets te gaan doen? Maar ja, het hele huis is al in rusten. Ik ga nu nog even snel Chester uitlaten. En dan ga ik ook lekker naar mijn mandje. Dus ik zeg bij deze gewoon fijne ochtend, fijne middag, fijne avond. Have fun, geniet en tot los.